Kerstmis is een familievakantie en we hebben besloten om onze favoriete gerechten te koken, zodat alle familieleden gelukkig zijn. Laten we beginnen met een gratin die op rozen lijkt. Snij een courgette in dunne plakjes. Dan een wortel, 3 aardappelen en 2 paprika's. Voeg de vegetarische plakjes toe en rol ze op. Zet de aardappelen in de vorm. Smelt voor de saus 40 gram boter, voeg 100 gram bloem toe en roer. Giet er vervolgens 220 ml melk, 1 theelepel nootmuskaat in en roer opnieuw. Voeg zout en peper naar smaak toe. Bedek de groentebroodjes met deze saus en bak ze 20 minuten op 160 graden Celsius. De geur die uit de keuken komt is ongelooflijk. Ik kan het niet laten om het te proeven, maar mijn vrouw laat het niet toe. Nou, dan zal ik iets interessants koken terwijl ze de tafel aan het dekken is. Het zou geweldig zijn als ons kind zich bij ons aan zou sluiten, maar hij houdt ervan om spelletjes te spelen op zijn telefoon, net zoals alle andere kinderen van zijn leeftijd. Hoewel mama nog steeds een kans heeft om zijn aandacht te krijgen. En ondertussen zorg ik voor de asperges. Kook ze 5 minuten in gezouten water. Rol het deeg uit en verdeel het in 6 stukken. Leg de zalm op elk stuk, dan de asperges en pak de enveloppen in. Nou, het lijkt erop dat ik geen asperges meer heb, maar ik weet nog goed dat ik er genoeg had gesneden. Daar zijn ze, mijn vrouw heeft ze. Stout, ze wilde me in de maling nemen. Neem de asperges mee voor de laatste envelop. Bestrijk het deeg met eigeel en bak het in een oven voor 15 minuten 170 graden. Smelt de boter, voeg 2 eidooiers, peper en zout toe. Verhit het. Ik zie dat het plan van mijn vrouw mislukt is en dat mijn zoon nog steeds op zijn telefoon aan het spelen is in plaats van ons te helpen. Ik zal proberen zijn aandacht te trekken en een beetje met hem te spelen. En ondertussen gaat mijn vrouw aan het werk en gaat ze de caprese-krans koken. Leg basilicumblaadjes op een bord. 400 gram cherrytomaten, 280 gram mozzarella en 160 gram sojasaus. Een kaasplateau maakt onze verschillende voorgerechten compleet. Snijd 250 gram van elke kaas in blokjes. Nummer 1, 2 en 3. Zet een kerstboom in elkaar. Voeg een komkommer, 30 gram crackers, takjes rozemarijn en 280 gram roze en lichte druiven toe. En ook cherrytomaten. Ik heb onze zoon net alleen gelaten en hij is weer op zijn telefoon aan het spelen. Mama kan er niet meer tegen. Dus hij krijgt de taak om de kerstboom te versieren. En terwijl hij daarmee bezig is, kunnen we ons kerstmenu steeds groter maken.
We maken een gehakt broodje. We voegen een half kopje meel toe aan 280 gram gemalen rundvlees. Ook kruiden en 2 eieren. Laten we een pauze inlassen om de kerst te vieren. Mijn zoon heeft blijkbaar zijn eigen plan voor dit broodje. Hij heeft erg veel moeite gedaan terwijl ik weg was. Maar ik heb me zo laten meeslepen door het telefoontje om het nog op tijd te kunnen merken. Ik vermoed niets, dus ik blijf koken volgens het recept. Kneed het deeg. Bak 80 gram champignons en uien. Leg de champignonvulling op het vlees. Voeg kruiden toe en 100 gram geraspte kaas. Maak een broodje en bak het 30 minuten op 200 graden. Kook voor de saus 100 gram cranberries met suiker en haal het door een zeef. Bestrooi het kant-en-klare broodje met sesam. Versier het met rozemarijn en giet de cranberry saus erover. Jee, nu kan ik het proeven. Het is zo lekker. Ah, het is heet, pittig. Geef me water. Nu zie ik het. Daarom ging onze zoon zo gelukkig de keuken uit. Dat is in orde. Kleine chef zal ervoor betalen. Laten we een vegetarische snack koken. Bak 3 teentjes knoflook in boter met kruiden. Doe er dan hele wortelen in en stoof ze voor 15 minuten. Dan nog 20 minuten bakken op 180 graden. Iedereen kan het gewoon niet laten om naar de keuken te gaan en ervan te genieten. Ik zal het eerste wat ik zie aanvallen. Maar mijn vrouw zegt dat ik dit fruit alleen maar met een mes moet snijden. Aangezien onze granaatappel groot is, zal het genoeg zijn voor de hele familie om ervan te snacken en onze gerechten ermee te versieren. Versier de gekookte wortel met koriander, granaatappel en bechamelsaus. De tijd van de wraak op onze zoon is aangebroken. Mijn vrouw en ik besluiten hem een hotdog te geven met een wortel in plaats van een worst. Hij heeft een hekel aan groenten. Daarom moeten we onze fantasie gebruiken, zodat hij op een of andere manier de benodigde vitamine binnenkrijgt. Het lijkt erop dat hij het heeft uitgedokterd, maar hij is begonnen met eten, dus moet hij het opeten. En ondertussen ga ik een kersttaart koken. Kook en schil 3 bieten. Plet de noten, gedroogde abrikozen en pruimen.
Leg de ingrediënten op een half plakje bladerdeeg. Bestrooi het met de gedroogde vruchten en bedek het met de andere helft van het bladerdeeg. Bak ze 20 minuten op 180 graden. De kerstboom is helemaal versierd. Tijd om ons iconische familiegerecht te koken. Gebakken eend met appels. Voeg 3 takjes rozemarijn toe aan 180 gram boter en rasp de sinaasappelschil. Voeg zout en peper naar smaak toe. Bestrijk de eend ermee en vul hem met appels en sinaasappels. Versier met sinaasappelstukjes en bak 1,5 uur in folie. En dan nog 1 uur zonder folie op 180 graden. De eend is klaar en iedereen heeft een kerstoutfit aan. We kunnen beginnen met ons kerstdiner. Sterretjes aansteken, partypoppers en gelach delen. En onze zoon heeft net het laatste niveau van zijn spel gehaald.